Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 juni. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteren nog een pakketje binnengekregen. Die zal ik morgen even laten zien. Het was een cadeautje nog voor Nathalie haar verjaardag. Ik had een aantal dingetjes bij de Action gekocht. En er stond één dingetje op het lijstje die ze graag wilde hebben. En die was online. Dus die had ik besteld. Van het weekend al. Toen kwam die dus gisteren binnen. Alleen, ik was natuurlijk gisteren boodschappen doen. Toen dacht ik van, meestal leggen ze het pakketje wel voor de deur neer. Alleen, ik had vorige week met die make-up pakketjes, toen had ik iemand die het wel gewoon echt aan mij aangaf toen ik opendeed. Maar nu waren ze vrij laat, dus 4:15 en 5:45. Toen was ik inmiddels ook al wel thuis. Dus toen ze op een gegeven moment kwamen, toen klopten ze aan. Ik ga naar de deur toe en ze waren al weg. Dus toen lag het gewoon voor de deur, dus prima. Was gelukkig weer binnen, dat is wel fijn. Ik heb gisteravond voor hetzelfde geld gekeken. Het was echt een hele leuke uitzending. Het was met een koppel die een huis zocht. Uiteindelijk hadden ze het huis waar ze gingen proefwonen. Hartstikke leuk huis. Ze misten wel het elementen die ze graag wilden. Zo misten ze bijvoorbeeld wel een bad en een dakkapel. Maar dat waren dingen die ze wel nog konden realiseren zelf. En ze hadden het er eigenlijk heel erg naar hun zin, want hun gingen graag naar de tennis. En dat hadden ze echt letterlijk op loopafstand, de tennisbaan. Het strand was niet heel ver voor hun vandaan. Dus het was voor hun eigenlijk een hele geslaagde aankoop. Dus ze waren er eigenlijk heel blij mee. Ze hadden ook al vrij snel besloten dat ze een bod wilden doen. Helaas waren er wel heel veel andere biedingen geweest. Ze hadden best wel veel overboden. En uiteindelijk waren ze het geworden, dus hadden ze het huis gekocht. Dus het was echt, was wel heel leuk dat het ook een keer dan geslaagd is. Ik heb daarna even tenminste houdbaar tot gekeken, was ook wel weer leuk. Dus heb ik ook wel weer van genoten. Ik heb de vlog verder afgemaakt, dus die staat klaar. Die moet alleen nog ingepland worden en er moet een thumbnail voor gemaakt worden. Ik heb mijn foto's bewerkt, dat is ook top. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en toen daarna flikken. En ik ben weer in een nieuw boek begonnen waar ik alweer heel erg lekker in meegesleept word. Dus dat is ook heerlijk. Dus eigenlijk was het een topavond. Ik ga zo eventjes de woonkamer doen. Ik moet ook eventjes een wasje draaien, want ik heb echt heel veel was. Dus die ga ik even bij elkaar rapen. En daarna wil ik even gaan bullet journalen in mijn mus. Dus daar ga ik jullie dan eventjes bij zetten. Maar eerst even zorgen dat hier de boel weer netjes wordt. Ik heb de boel wel weer even dicht zitten, want het is natuurlijk weer vrij warm. Morgen wordt het extreem warm hier, 31 graden. Dan moet de boel sowieso dicht. En dan hoop ik dat het vanaf vrijdag weer wat afkoelt, want dan is er sowieso een lagere temperatuur voorspeld en ook regen. Dus dat zou heel lekker zijn. Ook zijn de boeren nu aan het staken. Die zijn aan het staken bij Stroe. Voor Midden-Gelderland was al afgegeven dat als je niet de weg op hoefde, het liever ook niet te doen, omdat het echt een chaos is. Scholen waren ook dicht, omdat ze niet zagen gebeuren dat kinderen op tijd op school kwamen of dat ze er gewoon niet doorheen kwamen. En ook wel een beetje vanwege de veiligheid dat ze hebben gezegd, de school blijft dicht. Dus ik ben benieuwd of ze er wat mee gaan bereiken. Het is natuurlijk ook allemaal wel een heel goed doel wat er nu allemaal speelt. En ik geef de boeren ook wel gelijk dat ze gaan staken, want het is gewoon niet te doen allemaal. Maar goed. Ik ga eventjes aan de gang en dan ga ik jullie straks bijzetten als ik even ga bullet journalen. Dus dat ga ik doen. Ik heb eventjes een shirtje aan. Ik weet niet eens meer hoe ik hier aan kom, waar ik hem toen gekocht heb. Maar ik vind hem altijd nog wel heel leuk. Dus ik ga hem was bij elkaar rapen. Ik ga wel even het raam op de slaapkamer open doen. Meer even dat het een beetje doorlucht. En dan ga ik even lekker aan de gang en dan neem ik jullie straks mee als ik ga bullet journalen.
Zo, een kaartje voor oma is ook geschreven. Ik heb er even een leuk stempeltje bij gedaan. De leeftijd, dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Het ziet er leuk uit en het is niet doorgedrukt. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dus dat is top. Zo, alles is weer mooi klaar. Dus dat is wel fijn. Alles is weer lekker schoon. Dus nou ja, goed. Het duurt nooit heel lang dat het hier schoon is. Maar dat ben ik inmiddels wel gewend. De was is klaar. De droger kan zo aan. Dan kan dat ook mooi weer weg. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Ik ben wel even ook lekker bezig geweest in mijn bullet journal. Ik heb even de kaart voor oma geschreven. Dus op zich wel even lekker bezig geweest. Ik heb nog een quote gemaakt, maar die moet ik nog helemaal afmaken. Op zich was het wel eventjes lekker. Ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik het perfecte plaatje in Argentinië. Volgens mij wordt het wel weer hilarisch als ik de beelden zo zag. Ik wil vanavond even lekker een voetenmaskertje gaan gebruiken. Ik kan het even een nachtje intrekken. Moet ik wel natuurlijk even sokken aan met slapen, maar komt vast ook wel goed. Verder ga ik vanavond even een thumbnail maken en mijn vlog inplannen en mijn blogpost schrijven. Misschien had ik alvast een beginnetje maken met de foto's, want ik heb morgen een hele reeks. En wat ik al klaar heb, is klaar. Dan kan ik daarna lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en flikken. En dan vanavond weer lekker mijn boek lezen, dus dat is het ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik probeer even een beetje af te koelen, want het is weer behoorlijk warm. Dus de temperatuur loopt wel hoog op. Dus ik zal straks ook even het raam in de slaapkamer dicht doen. En hier kan de boel pas open zodra de zon eraf is. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 23 juni. Ik ben klaargemaakt. En welkom op deze bloedhete dag. Het is 31 graden. Ik ben er klaar mee. Ik weet niet meer hoe ik het koel moet houden. De ventilator staat echt op stand. Levensgevaarlijk. Hoger dan dit kan die niet. Er is vandaag nog wel regen voorspeld. Ik ben heel blij dat het de komende dagen iets koeler wordt en gaat regenen. Want ik kan er niet zo goed mee tegen. Maar ja, dat zullen heel veel mensen hebben. Dus is nog even doorbijten. En ik kwam erachter dat ik 5 jaar vlog. Hoe leuk is dat? Ik deel dus nu 5 jaar mijn leven met jullie in vlogs. Ik maakte daarvoor al wel video's, maar als ik die terugkijk, dan denk ik ook wel, de kwaliteit was echt gewoon drama. Als ik het vergelijk met hoe ik mijn video's nu maak. Ik had het niet kunnen denken dat ik het zo lang zou volhouden. Maar ik merk dat ik het gewoon nog elke dag leuk vind om de camera erbij te pakken. Om jullie mee te nemen in mijn dagelijkse dingen. Ja, dat ik het gewoon echt nog steeds heel leuk vind. Ik heb natuurlijk ook wel gezien in dat ik de afgelopen jaren flink gegroeid ben met YouTube. Ik ben nog steeds heel dankbaar dat ik al zoveel abonnees heb. Ik vind het tenminste veel. Ja, ik zit op de 650, ik vind dat veel. Ik vind het altijd leuk dat jullie altijd ook reageren op mijn video's om interactie met jullie te hebben. En ik vind het leuk dat jullie altijd zo naar mij kijken. Dus dank jullie wel daarvoor, want zonder jullie was het natuurlijk niet zo leuk om te doen. Ja, en dan had ik het waarschijnlijk ook misschien niet meer gedaan als er geen animo voor was. Maar ik merk dat het nog wel animo voor is. Dus ja, super dankbaar en super leuk dat ik dit al 5 jaar kan doen. Ik had gisteravond weer even een dingetje. Ik ging mijn bed in. Ik kijk naar boven en ik zie een spin. Bed weer uit, dragenbol gepakt, spin weggehaald, terug mijn bed in. Ja, dat was weer even fijn. Ik heb gisteravond het perfecte plaatje gekeken. Er moesten nu 2 mensen weg. Er waren ook wel weer een beetje moeilijke foto's. Er zijn eigenlijk alleen nog mannen over die erin zitten. Dus ja, dat heb je soms. Ik heb nog even lekker gegamed, maar dat ging niet zo heel lekker, want ik was snel af. En nou ja, Fortnite liep even niet zo lekker voor mij. Ik heb mijn thumbnailtje gemaakt, ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb zelfs al een paar foto's bewerkt voor de blogpost voor morgen. Zo, de zon gaat even weg. Nou, zie je het? Gelijk helemaal donker. Dus dat heb ik allemaal al gedaan en ik moet nog wel even een paar nieuwe maken, zag ik. Maar goed, dat komt wel eventjes goed. Ik heb eeltsokken. Nee, helemaal niet. Dat wil ik eigenlijk doen. Dus ik hoop van het weekend. Want ik heb echt heel veel last van eelt. Maar ik heb een voetenmasker gebruikt. En dat is wel heel lekker. Ik heb dit vannacht opgebracht. Dan moest ik wel sokken bij aan met slapen. Het was niet heel comfortabel. Is niet per se mijn ding. Maar om het goed in te laten trekken is dat wel goed. En ik dacht, weet je, dan doe ik het voordat ik mijn bed moet verschonen. Want ik had van die enkelsokjes aan. Stel dat ik nou vannacht ergens die enkelsokjes uittrek.
En het, dan komt niet het masker, zeg maar, in mijn bed. Nou ja, dan komt het masker wel in mijn bed, maar dan is het niet zo dat het bed net verschoond is. Ik heb verder gisteren mijn serie gekeken op Netflix. Ik was erbij, ben er bijna doorheen helaas. En daarna flikken. Dat vond ik wel een hele zielige aflevering. Maar goed. Ik ga even stofzuigen, de kattenbakken doen. Dan ga ik een video voor jullie opnemen. En dan ga ik cadeaus inpakken voor Nathalie. Want die moeten ook nog even ingepakt worden. Dus dat ga ik even doen. Dus ik ga jullie weer meenemen. Eerst maar eventjes de boel een beetje netjes maken weer. Oh ja. Voordat ik het vergeet, ik heb een pakket binnengekregen. Ik zal hem eventjes... Ik heb bankhoesen besteld. Dat was iets wat ik al heel lang wilde hebben. Ik heb nu kleden op de bank eigenlijk ook voor de bescherming tegen de katten. En ik ben er zo klaar mee dat ik bankhoesen wilde hebben. Ik heb deze vorige week al besteld. Normaal is het zo dat als je ze om voor kwart 12 s'avonds bestelt, de volgende dag in huis hebt. Dat is helaas niet gelukt, want er is echt een week overheen gegaan. Ik kreeg zaterdag al een mailtje dat er niet echt heel erg... dat er een beetje problemen waren met de levering. Toen heb ik ze gemaild van, joh, wanneer verwachten jullie ze dan te versturen? Ja, dat was deze week. Toen kreeg ik gisteravond een mailtje dat het verstuurd was en dat het vandaag zou komen. En toen stond een deel van je bestelling. Ik dacht, nou, dan ontbreekt er nog wat. Maar goed, uiteindelijk had ik daarover gemaild en was wel zat. Als goed zit de hele bestelling erin, dus ik wil dat wel even nakijken. Dan zal ik even een klein beetje laten zien, maar ik ga er verder niet heel lang bij stilstaan. Want ik ga ze volgende week pas op de banken doen. Want ik ga deze week niet redden. En het is nou ook veel te warm. Dus dan ga ik dat volgende week even op mijn gemak doen. Dus dat zal ik even laten zien. En dan ga ik snel aan de gang. Nou, ik heb de doos even opengemaakt. Dit zijn de bankhoesen. Ze komen bij Bankhoes Discount vandaan. Dit is zijn universele hoesen. Dit is de M2. Dat staat er gelukkig goed op. Het is de kleur grijs. Ik heb een grijze kleur gekozen. Ik kan hem even openritsen. Dat is misschien wel even handig. Kijk, dus hier de kleur net iets beter. Heel lekker stofje. En dit is dan de M3. Dit is het grootste gedeelte. En die moet dan, omdat ik twee losse delen heb, moeten die los om de bank. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat passen. En ik kreeg dus nu één kussenhoesje gratis. Ik heb er eentje hoeven kopen. En dat zijn dus deze. Maar goed, ik ga het volgende week wel even uitgebreid laten zien als ik ze erop ga doen. Alle cadeautjes staan hier. Dit is dan allemaal voor Nathalie. Deze twee zijn nog voor mijn vader, wel voor vaderdag. En deze had ik dus nog niet laten zien, maar deze had ik nog besteld. Voor Nathalie, dit is een hoes, daar kun je je Apple Watch bandjes in opbergen en volgens mij nog allerlei andere dingen. Ik heb een grijze gedaan, ik hoop dat ze hem goed vindt. Hij mag natuurlijk altijd geruild worden, maar ik denk dat grijs wel een oké kleurtje is. Dus ik ga dit mooi allemaal even inpakken, dan is het ook weer klaar. Dus dat is fijn. Ik heb nu het lichtpad eronder staan met diamond painting. En dat gaat dus inderdaad echt veel beter. Want nu zie je gewoon heel goed de nummertjes ook. Dus dat is echt veel beter. Dus ja, daar ga ik gewoon even lekker mee verder. Maar dat is echt wel ideaal zo. Zo, de katjes hebben inmiddels lekker gegeten. Ik heb me net gestoten. Au. Zal weer blauw worden. Diamond painting ging goed. Ik ben nu met meerdere kleurtjes bezig. Maar ik moet even een bakje hebben waar de... waar die dingetjes in kunnen, zeg maar, die je erop doet. Want ja, die zakjes die scheuren natuurlijk helemaal uit. Dus dat is niet zo heel handig. Dus daar moet ik even naar gaan kijken. Video opnemen ging ook wel vlot. De cadeautjes zijn mooi ingepakt. Dus dat ligt mooi allemaal klaar. Ik kan morgen gewoon alles even bij elkaar in een tas doen. En dan is het ook allemaal gewoon klaar. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en eten. Het is hier echt nu heel warm. Mijn hoofd voelt ook heel warm. Dus ik vind het wel lekker straks weer even douchen. Vanavond kijk ik naar Louise en Rowan in het Gooi. Daarna ga ik even Hudson en Rex terugkijken. Moet eventjes foto's bewerken. Dan moet ik even kijken welke er nou opnieuw moesten. Maar het is lang licht, dus dat kan ik dan nog wel eventjes doen.
Ik ga verder natuurlijk met mijn Netflix-serie en daarna lekker weer even flikken. Dus dat wordt het ook. Dus verder niet heel veel bijzonders. Maar nu ga ik even lekker relaxen, want ik ben een beetje moe. Maar goed, dat komt wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 24 juni. Ik ben klaargemaakt. Het heeft me echt wel een beetje energie gekost, want het is nog steeds bloedheet. Ik voel me er ook niet heel erg lekker door. Het is wel 23 graden, maar de temperatuur buiten voelt nog heel benauwd aan. Gisteravond heb ik ook niet kunnen luchten, want het bleef echt de hele avond nog een 28 graden. Ik heb een klein beetje regen gehad. Ik kwam op een gegeven moment in de slaapkamer en omdat het rooster open stond, rook ik dat het geregend had. Maar dat was het ook wel. Dus het is, het koelt nog niet heel erg af. Ik heb de boel nu openstaan in de hoop dat het wat gaat afkoelen. Het is hier nog 25,5 graad, dus dat is nog steeds warm. Ik heb gisteravond Louisa en Roban in het Gooi gekeken, was wel weer leuk. Daarna Hudson en Rex, was ook een spannende aflevering, was heel schattig. Ik had daar een foto van gemaakt. Ze hadden Rex aspiraatje gedaan. Kijk, ik zal hem erbij pakken. Kijk, hij had piratenkleren. Hoe schattig is dat? Echt heel leuk. Dus daar heb ik van genoten. En ik heb mijn foto voor het grootste gedeelte klaar. Ik moet er nog een paar. Het is nog niet helemaal afgekomen. Toen ben ik lekker mijn serietje gaan kijken. Ik heb nog maar 2 afleveringen helaas. Dus dat is wel echt jammer dat het bijna ten einde is. Ik heb flikken gekeken en dat was het ook wel. Ik heb heel slecht geslapen. Ik had nachtmerries. Ik had het warm. Ik heb dat voetenmasker weer gebruikt. Dat voetenmasker is echt heerlijk. Ik heb echt hele zachte voeten, maar het is niet aan te raden met deze temperatuur. Omdat je sokken aan moet met slapen, dat is geen goed idee. Gewoon, dit was allemaal even iets minder. Ik ga zo wel even lekker de slaapkamer doen, dan is die ook schoon. Ik heb nog 2 pakketjes binnen gehad, die wil ik even met jullie openmaken. En ik wil eventjes de luchtverfrisser in de wc zetten, dus die even gelijk in elkaar zetten. Dat zal ik jullie even laten zien hoe dat in zijn werk gaat voor de mensen die daar nieuwsgierig naar zijn. Ik zal eerst even de pakketjes met jullie openmaken en dan gaan we daarna lekker aan de gang om even de slaapkamer te doen. Want ik ben toe aan een schoon bed en alles weer eventjes schoon te poetsen. Het eerste pakketje is weer van de Boozy Shop, want ze hadden een nieuwe collectie van Catrice en die heb ik besteld. Ze hadden helaas niet de nagellakjes nog. Die moet ik nog eventjes ergens anders weghalen. Er zit altijd een leuk kaartje bij. Waar ze bedankt opschrijven. Ik heb ook weer 2 maskertjes. Ik heb allereerst weer het Charcoal Brightening Mask heb ik gekregen en een Light Cream zit erin. Ik heb dit gewoon al besteld, weet je, dan kan ik er op mijn gemak een reviewtje van maken. En dit is de collectie van Tropic Exotic. Deze is dus al bij de Boozy Shop verkrijgbaar, maar in de winkel pas vanaf half juli. En ik heb dus nu de, even kijken, ze hebben hem nu echt heel goed verpakt, daar ben ik blij mee. Oh, dat vind jij leuk, hè? Dat vind jij wel leuk, maar dat gaan we niet doen. Ik heb hier allereerst echt een mega matte face en body bronzer. En die ziet er echt heel mooi uit. Nou, hij zit nu dichtgeplakt. Ik laat hem even dicht. Maar die ziet er zo uit. Dan is er een oogschaduwpalette. En kijk, die vormgevingen. Prachtig. Die ziet er zo uit. De binnenkant. Voelt ook echt heel lekker aan. En ze hebben een chic palette in dezelfde kleurencombinatie. En dat is deze. En alles is dus heel deze keer. Dus dat is top. Dus dat waren even de producten van de make-up. Er komt nog wel een videootje van online, maar dan heb ik het alvast binnen. Maar ik... Oh, laat het even losstijgen. Ik wil dus nog heel graag de nagellakjes hebben. Maar die bestel ik even ergens anders. Zo, dit weer eventjes er terug in. Dat gaat allemaal eventjes naar boven, zodat ik er rustig mee aan de gang kan gaan. Dan heb ik een pakketje van bol.com. Want ik heb even iets heel handigs besteld voorbij het... Want ik loop nu een beetje te klieren met die, met die dingetjes, zeg maar, met die steentjes. God, is moeilijk een pakketje openmaken, jongens. Ik heb dus nu dit setje besteld. Hier zitten dus,
zal hem even openmaken. Er zit een etuietje bij. Hier kun je dus je, je dingetjes in doen. Zoals je wax, je pennetje en het bakje waar je de dingetjes in doet. Je krijgt er stickertjes bij die je erop kunt plakken. En dus dit doosje. Daar kunnen de steentjes dus in. Ik zal hem even openmaken. Ja, mijn batterij is bijna leeg. Oh, ik zit ook aan de verkeerde kant. Kijk, er zit gewoon een rits in met allemaal kleine bakjes waar je dus je steentjes op in kan doen. En dan plak je er dus zo'n stickertje op met welke het is. En dan kun je dus makkelijker painten. Dus die heb ik even besteld. Die ga ik van de week even vullen, zodat ik eventjes ja, alles wat overzichtelijker heb. Want ik probeer het nu terug in die zakjes te doen, maar je raakt elk je steentjes kwijt. En dat is natuurlijk niet zo handig. En aangezien het een hobby is die ik wel wil blijven voortzetten, dacht ik, nou dan wil ik er wel in investeren. Goed, ik ga even de batterij vervangen en dan ga ik hier eerst even aan de gang. Dus ik ga jullie meenemen. Kom eens muis. Ik zal deze even met jullie in elkaar zetten. Het werkt eigenlijk heel simpel. Kijk, je hebt hier de houder. Muis, dit is niet zo handig. Nou moeten dus als het... Oh, hier zitten batterijen al bij. Oh, dat is wel heel fijn. Dat is nog een service. Hij werkt wel ietsjes anders dan die andere van mij, merk ik. Oh, daar moet de batterij in. Oké. Okay. Oh, hij werkt inderdaad wel iets anders. Want degene die ik dus heb, die gaat iets anders. Nou, batterijtje. Netjes dat hij erbij zit, want dat is eigenlijk bijna nooit. Leuk knetterpapier eromheen. Altijd interessant. Zo. Dat eraf, dan doe je de batterij dus hier bovenin. Het dopje gaat er terug op. Oh, dan moet je hem ook wel aanzetten, denk ik. Nou, dan moet ik heel even wachten. Nou, dan pak je deze. Ik moet nu met deze ook even kijken. Dit is dus de jasmijn en appelbloesem. Die zet je hier zo in, zodat het toetje eruit steekt. Dan daar. Oh, dit gaat echt wel even. Ik moet zelf ook even. Oh ja, je moet hem er zo een beetje in klikken. Nou, dan moet je hem er als goed is weer terug indraaien. Die zit er weer in. En dan zet je het knopje aan. Ja, hier zitten dan dus drie streepjes op. Dan kun je hem op de stand zetten. Dan doe je het klepje er weer bovenop. En dan kun je hem gebruiken. Je kunt hem dus ook ophangen. Maar deze gaan we dus even... Oeh! Hij spreekt. Oeh, precies op tijger volgens mij. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hij ruikt wel heel lekker. Dan zet ik hem hier zo in het toilet neer. Dat is top. Maar kijk, ik heb dus deze... En deze werkt net iets anders. Want deze die heb ik. Dit is ook van Airwick. Maar dit is dus een oudere variant. Wat ik nu heb gezien. Kijk. Want deze. Die trek ik hier aan de achterkant open. Kijk, dan gaan hier de batterijen in. En hier gaat gewoon dat ding in. Dus daarom moest ik eventjes kijken. Omdat deze iets anders is. Maar die staat en hij ruikt heel lekker. Dus dat is top. We'll be right back.
Hé, ik ben klaar. Nou, dit was verschrikkelijk. Ik heb het zo warm gehad. Het zweet gutste echt van mijn hoofd af. Misschien had ik toch beter een hemdje aan kunnen trekken. Want het was gewoon te warm in een t-shirt. Het is hier nog steeds 25,5 graden. Dus het koelt ook echt niet af. Waar blijft die regen? Het moet afkoelen, jongens. Want... Ik voel me echt een beetje een verlept zeeottertje nu. En ik zou heel veel over hebben voor een plens water. Dus ik verlang straks heel erg naar mijn douche. Maar het is allemaal wel weer schoon. En dat is wel weer belangrijk. Dus die hebben we weer eventjes klaar. Maar ik vond het best wel zwaar door de warmte, kan ik zeggen. Katten hebben net lekker gegeten. Ik ga dus nu even nog relaxen, want ik ben best moe. Dan ga ik straks lekker douchen. Dan even eten koken. Vanavond ga ik bevallen met Bobby kijken. En ik ga even mijn nagels doen. Want dat vind ik toch wel leuker. Omdat ik morgen verjaardag heb. Vind ik het toch leuk om weer eventjes mijn nagels te doen. Ik ga Nieuw Amsterdam kijken. Ik moet dus de video in elkaar zetten. Wat veel werk gaat zijn. Ik moet een blogpost schrijven dat veel werk gaat zijn. Dus ik ga ondertussen alvast even wel wat dingen doen. Ik ga uiteraard mijn Netflix serietje kijken. En ik ga lekker... glad ijs kijken. En ik hoop dat ik nu wel de juiste aflevering heb. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik moet nu eventjes afkoelen. Ik heb het echt te warm nu. En aangezien het allemaal nog niet heel veel doet. Ook het met de ramen open. Heb ik de hoop dat als het straks gaat regenen. De temperatuur misschien ook iets afkoelt. Dat er wat koelere lucht naar binnen komt. Ik heb eigenlijk nu het idee dat ik het een beetje voor Jan Doedel doe. Maar goed. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien, want nu ga ik even wat drinken en relaxen. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 25 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn haar weer even in de krul gedaan. Vond ik wel leuk. Ik ga zo meteen naar Nathalie haar verjaardag toe. Wordt zo opgehaald. Dus ik kan hier mooi nog even stofzuigen en even de kattenbak scheppen. En dan ben ik klaar. Ik heb gisteravond bevallen met Bobby gekeken. Dat was echt heel leuk. Ja, ik vind het zelf een hele leuke serie. Interessant vooral. Al vind ik de keizersnede dus een beetje eng, maar je ziet het niet heel erg. Je kunt dan ook even wegkijken. Maar ik vind het altijd wel interessant om te zien. Daarna Nieuw Amsterdam. Dat is ook wel weer heel erg mooi. Ik heb een blogpost geschreven. Mijn video is in elkaar gezet. Dus dat is allemaal top. Het staat allemaal weer online. De video die komt bijna online. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, maar ik had dus al de laatste aflevering helaas. Het was wel heel grappig, want ik had dus de recensies gelezen, want seizoen 3 is geloof ik mei online gekomen, maart, mei zoiets. Of april kan ook nog wel, maakt niet uit. En heel veel mensen zeiden, ja, het was helemaal geen toevoeging, ze hadden het bij 2 seizoenen moeten houden. Maar ik vond het juist wel een toevoeging, want ik vond echt dat het de serie afsloot. Dat is wel leuk dat je zo verschillend kunt zijn qua denken. En daarna heb ik eventjes glad ijs gekeken. Dat was ook wel weer grappig. Dus daar heb ik ook alweer om gelachen. Ik ga nu even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan ga ik de camera wel meenemen. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen, maar dat ga ik wel even zien. En ik zal zometeen even mijn outfit laten zien als ik mijn schoenen aan heb. Dus ja, ik ga even wat doen en dan neem ik jullie straks gezellig mee. Ja, mag leuk. Ik? Ja hoor, ja, ja. Ja. Gisteren hadden we weer van oma een cadeautje aan de bel. Ja, 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 leuk toch? Ik was weer vergeten wat ik geleefd had. Oh, dat zat er. Oh, daar ben er een. Ja. Oh, ook echt een hele grote. Ja, oh, lekkertjes. Wat is dat dan? Ja, van die maatcupjes. Als ze weer bakken en zo. Ja, ze zijn wel makkelijk hoor, dan krijgen mensen goed. Maar jij mag het niet gebruiken. Nee. Oh, dus dat het even duidelijk is. Hè? Jij mag het niet gebruiken. Oh, ik ja, maar ik weet maken. Hoe het gaat met hem. Want dan is het van, oh, en dan grote mond. En het is allemaal niet goed. Maar dan uiteindelijk dan pakt hij het toch elke keer. Ja, en waarschijnlijk voor andere dingen. Het zijn allemaal leuke shot-emmetjes. Okay. Shot-emmetjes. Ja, oké. Okay. Wil je dan de grootste? Ah, dat is niet handig, hè? Dat is net een klein pannetje. Ja. Ik wil zo'n ei koken. Dit is net een eitje. 1 cup. Dat is 250 milliliter.
Ik kan ze ook nog in elkaar klikken. Het is helemaal makkelijk, want dan raak ik ze niet kwijt. Oh, dat is wel handig, ja. Volgens mij ook wel een goed merk, of niet? Ja. Zo eentje. Ja, iemand huilt. Oh, zal ik dat gaan halen zo? Hé, hey, ik mag wel halen. Heb je ik mag haar halen ook echt. Oh, ja. Ja. Ze hebben ze weer soep te vreten. Eerlijk hoor, dat is niet normaal. Wie zit de soep te vreten? Ja, die wandelclub die binnen. Ja. Oh, wacht, ik al? Ik vergeet dat. Oh ja, wat is goed. Spuitzak. Vallen liever. Nee, is meer. Spuitzak. Nou, goed koken. Bakken. Bakken. Ja. Kijk, met allemaal spuitmondjes. En dan moet hij erop. Broodje van mama, hè. En het is herbruikbaar. Oh, dat is ook handig. Ja, dat is heel slim, ja. Ja, zeker. Dank jullie wel. Kun jij hoor. Schudden. Nee, niet schudden. Oh, was het wel de goeie, want ze hadden echt bijna niks meer. Ja, ik heb gewoon mijn dankenboter opgeschreven. Oh. Ik vind het leuk. Ja, dat is echt leuk. Heel leuk. Heel mooi, ja. Ook. Een mooie dankenboter. Je speeltje rent, hè? Nee, zeker niet. Voor de tuin. Nee. Zodat zij niet in beeld is. Ja, nou, die mag eruit, hoor. Want het was niet te makkelijk. Oh, die is leuk. Ja, vind je hem leuk? Oh, die is leuk. Giraf. Maar weet je, ik maak het papier op en dan, ja, als een cadeautje voor dat Sinterklaaspapier werkt ook, ja. Ja, zo staat. Oeh, yes. Ik heb een paardje genomen en die ga ik dus ophangen in de hoop dat het mijn insecten wegjaagt. Hij mist alleen een oog. Okay. Mist hij een oog? Ja. Shit. Moet de camera gewoon recht houden, Oh. Die melkbenen, dat weet je, als ik hem zo hang, dan zie je het niet. Nee. Oh, wat stom. Ja, maar nee, het niet dan moet ik even kijken of ik thuis nog wat ogen heb. Ja, moet hij anders terug? Ja, maar dat kan, ja, dan moet ik kijken of ze hem hier hebben, een ruilijke moe. Dat kan ook. Oh, dat is stom dat ik daar niet op heb gelet. Dat is wel een beetje zielig, oogloos. Dat is ook een jongen. Geweldig, ja. De Outlander. Ja, die moet ik nog kijken. Ja, oh ja, die is wel grappig. Ja, dat is echt wel... Ja. Ja, die vind ik ook gaaf. Ja, Ashley, ik heb wel goed beeld zo. Ja, maar ik doe lenzen niet in beeld. Dus dat je zo breed bent. Oh. Ja. Oh, ik begon alweer te horen. Pas ping. Oh, liefde, dat hangt er vanaf hoe strak die sticker zit. Ja. Mama merkt het ook. Wat zou erin zitten? Waar is de ander? Kwijt. Zit er maar één in? Ja, serieus, geen grap. Nou. Nee, joh. Ja, dat is geen grapje. Er zit er één in. Is het vandaag de eenmansdag? Nou, ik denk één het. Oog, één... Moet je ze dan per stuk bestellen dan? Nou, dat zou ik bijna denken, maar... Ik weet het niet, zit er één in? Wat is nou, dat dan? Nou, dan moet ik even een contact leggen. Oh. Met dat kaartje erbij, dat... Wacht even, hoor. Pies. Want je hebt mijn mama gevraagd. We kwamen net een tijd binnen. Ik vond het een beetje niet tricky. Want ze was toen vorige reden week oh, ja. Mij. Aan jou natuurlijk, ja, ja precies. Ja, dan moet ik het in die week daarna gelijk slaan als we dingen zo bestellen. Ja. En dan maken we en oh, dus. Gelukkig. Nog net op tijd. Het boek van Kikken, lieverd. Dit kan niet moeilijk zijn. Nee, het is niet moeilijk. Dat zou je bij die andere bandje ook eens maken. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Ja, maar die andere moest ik op maat maken toen. Daar moest je stukjes uithalen, ja. Maar die was het net niet. Wie is dat? Je bent het. Bent het? Exact. Bent het? Nee, bent het. Wie is dat? Kikker? Oh, ik denk gewoon, ik mis een stuk. Niet weer, hè? Maar dat zal, kan toch zo even op de site kijken of ze per stuk waren dan? Ja, maar toen ik het op het lijstje schreef... Het is toch raar dat je één oorbel verkoopt? Ik heb het idee dat ze gewoon eentje vergeten zijn. Dat idee heb ik ook eens gedaan. Een beetje raar om één oorbel... Nee, nee, nee. Ja, dat voelde ik al wel een beetje. Oh, leuk is dat, ja. Ja. En heel leuk. Twee vakjes. Ik dacht, ik heb nu zo'n hele grote etui en dat is echt... Neemt er veel ruimte in. Dankjewel. Ja. Ja, dat is toch een rolletje voor.
nooit weer kleuren. Oh, ik moest even nadenken. Wat is het? Maar ik weet het. Heel vet, dankjewel. Was het een goede kleur? Ja hoor. Ja, oh! Ja, je kan. Je moet je vader ook op beeld hebben, niet zijn pruik. Zijn pruik ook? Zijn pruik. En is het echt gewoon alleen maar toe. Nee, jouw pruik is schaduwkant, dat wil niet. Oh, ja. Dan draag jij nu op de kast van de andere katten, hè? Dat is het. Boe. Nee, dat is geen boe. Ik voel me heel lekker reuk ook. Ah, jij hebt het al gebruikt. Ja, maar je hebt geroken. Het is al gebruikt. Herbruikbaar. Ik heb wel eens ruik iets fris, maar dan werkt de wasproef. Oh. Nou, ik vind het wel lekker. Bijna lekkerder dan het varkens. Ja. Ben je nou helemaal op de kip dan? Nou, ik moet daar wel een beetje voorzichtig mee worden, ja, met varkensvlees. Ik heb een kast. Dus kippenfrikandellen voor jou. Oh, het kan best een keer, maar als ik dan een keuze heb uit varkens, schreeuwers of kip, dan kies ik toch kip. Ja. Lekker uit. Nee, maar niet kijken, maar ruiken. Het ruikt lekker uit. Ja, wat zeg ik, moet even kijken of hij lekker uit. Ja, maar dat gaat dus niet. Mag ik nou even uitproberen op Frank? Zij voor het niet lekker uit. Ja, nee, dan. Ja, dan blijf ik ermee zitten. Ja. Oh, dat is wel een heel blijft op afstand vanavond. Nee. Het wordt wel lastig kenen. Ja. Je moet even wachten, niet gelijk ruiken, want nu moet de geur tot zijn uiting komen. En je moet ook niet schudden. Wel een goed merk. Ja, ruikt lekker. Dit was overigens de outfit van vandaag. Die was ik bijna vergeten. Maar het ging allemaal even snel, maar ik ben inmiddels weer terug thuis. Dus dit had ik dus aan. Ik heb even eten opgehaald, dus ik ga hier even lekker van genieten. En dan zal ik jullie straks nog even bijpraten. Het was in ieder geval heel gezellig, maar... Ik zal straks nog even verder vertellen, maar ik ga nu eerst even hier lekker van genieten. Zo, mijn eten zit er weer in. Was heerlijk. Ik heb nog een milkshake met een papieren rietje. Ja, we hebben het echt super leuk gehad. Was super gezellig. Jullie hebben kunnen zien, de cadeautjes vielen goed in de smaak. Dat was echt super leuk. Ik heb van mijn moeder nog een wasverzachter gekregen. Deze, die is echt super lekker. Die heb ik al wel vaker gehad. En ze waren vorige week naar Artis geweest. En daar kreeg ik een heel lief cadeautje. Een heel lief zeker. Kijk, deze is super leuk. Dus die gaat even een mooi plekje krijgen bij mij. Ik denk dat ik hem leuk op de slaapkamer ga neerzetten. Want daar heb ik weer een aantal ideeën voor. Maar daar moet ik eerst weer even voor een keer naar IKEA. Maar daar ga ik het goed dus nog heen. Dus dat is top. Oh ja, en de kat van mijn moeder. Die had nog deze houder. Mocht ze gratis meenemen. Dus daar kan je scheermesje aan hangen. Dat is ook ideaal. Ik heb hier de laptop van Frank liggen. Die ga ik even nakijken. Ik heb er daar al naar gekeken, maar dat lukte niet zo heel goed. Maar ik heb nu alles weer. Dus daar ga ik even naar kijken. Dan moet ik even software voor downloaden en zo. Dus dat ga ik even proberen te fixen voor hem. Ik ga zo even lekker douchen. Ik heb het echt heel warm. Dan ga ik de boeier openzetten. Ga ik straks het jachtseizoen kijken. En even obies. Dan ga ik de vlog in elkaar zetten voor het grootste gedeelte. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En daarna ga ik Rozengeur en Wodka Lijm kijken. Maar het was in ieder geval super gezellig. Ik heb een super leuke dag gehad. Ik heb heerlijk kunnen spelen met Lente. Ik ben lekker even met haar naar buiten geweest. Kon ze even van de glijbaan. Ze heeft op haar wipje gezeten. We gingen de bal laten glijden. Ik heb ook even heerlijk kunnen genieten van Lente. Dus dat was echt super leuk. Lente was gesminkt. Ze hadden iets van de opvang gehad. Een feestje. Dan mochten ze sminken. Zij wilde wel gesminkt. Ze was een hele mooie vlinder. Dat was echt super leuk. Dus ik ga het nu eventjes lekker douchen en mijn dingen doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ben ook wel een beetje moe. Maar het was echt super geslaagd. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 26 juni. Ik zit even op de bank hier met Muis. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van gisteren. Ik merk altijd wel dat ik dan wat vermoeider ben. Maar geeft niet. Het was een hele gezellige middag. Oh, ik had vrijdagavond nog een spin, jongens. En ik was mijn moeder aan het bellen en ik begon in één keer te gillen. Want er liep ineens een spin op mijn muur. Dus dat was weer eventjes een eng moment. Ik heb de bol even opengezet in de hoop dat het wat afkoelt. Het is hier nu 25 graden binnen. Dus ik hoop eigenlijk dat er nu wel echt een beetje regen komt. Want de regen die zou komen de afgelopen dagen is ook niet geweest. Dus ik hoop vandaag, maar ik heb er een beetje een hard hoofd in. Nou, ik heb gisteravond dus even jachtseizoen gekeken. Was wel heel erg leuk hoor. Die jongens deden het super goed van Ajax. Ze hebben het ook gered. Dus dat was wel heel erg leuk.
Ik heb even Obese gekeken. Was ook wel een mooie aflevering. Deze man die had het niet helemaal gered. Maar was wel flink afgevallen. Hij worstelde daarmee ook een beetje dat hij op mannen viel. Maar omdat hij eigenlijk ook wel gelovig was, vond hij het heel moeilijk om dat te vertellen. Hij schoot het een beetje voor zich uit. Uiteindelijk had hij er hele goede reacties op gekregen toen hij het toch verteld heeft. Ja, het lijkt me ook wel een hele moeilijke... moeilijk iets om dat te vertellen misschien. En, maar ja, goed, als je dan iemand tegenkomt die je heel leuk vindt, dan moet je het eigenlijk geheim houden omdat je omgeving het niet weet. Dus voor hem wel fijn dat hij het nu had verteld. Ik ben bezig geweest met de laptop van Frank. Dat is nog niet helemaal gelukt. Het wil even niet zoals ik het wil. Dus dat is een beetje lastig. Dus ik weet niet of het gaat lukken, maar daar ga ik nog wel weer eventjes mee verder de komende dagen. Weet je, als het klaar zou zijn rond Lentes verjaardag, dan is het prima. En dat duurt nog bijna een maand. Dus ik heb nog even de tijd. Ik heb een nieuwe Netflix-serie gestart. Die heet Twee Zomers. Dat is een hele korte reeks. Dat is een Vlaamse reeks. Er zijn maar 6 afleveringen. Maar ik vond het, ik hou wel van Vlaamse series. Dus het leek me wel een leuke serie. En daarna heb ik Rozig weer al wat klein gekeken. Dus het was verder prima. Ik ga nu eventjes stofzuigen. Ik moet even de bakken scheppen. Ik moet bij die ene een beetje grit bij. Zodat ze nog even 1 dagje volhouden, zodat hij morgen helemaal verschoond kan worden. Ik moet even groente afhalen. Ik ga even foto's maken. Ik ga me verder niet te druk maken. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar verder wordt het ook niet zo heel erg veel. Dus ik ga dat eventjes doen en dan zal ik straks even de spullen laten zien. Ik heb nog wel de 2 lakjes besteld van Catrice die ik nog graag wilde hebben. Die nog bij die collectie hoorden. Dus die komen van de week ook binnen. Dus dan zal ik ze ook nog even laten zien. Ik ga nu eventjes aan de gang en... Nou ja, ik laat straks eens even fotospullen zien. Zo, ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb hier een Glam & Doll Easy Wash Off Power Hold Volume Mascara. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Die zou je dus heel makkelijk ook eraf kunnen halen. En zou 24 uur blijven zitten. Dan heb ik hier een Nail & Cuticle Serum Scrub. Daar kun je dus je nagels mee scrubben. Ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat in zijn werk gaat, want... De nagels kunnen wel wat gebruiken. Ik moet sowieso eventjes de nagelriemen weghalen. Ik heb 2 leuke lipglossjes. Ik heb hier de Color Sensation op je lips. Het is een rode. Ik heb ook een leuke roze. Dus hier ga ik eventjes mooie foto's van maken. En ja, dan is dat ook mooi weer klaar. Zo, inmiddels staat ventilator 2 ook hier. Want het is niet te doen. Hij blijft echt hangen op die 25. Dus het lukt nog niet echt. Foto's zijn gemaakt, zijn ook al geïmporteerd. Ik heb gelijk weer wat nieuwe boeken meegepakt. Die gaan vanavond nog even op de e-reader. Ik heb mijn nagelriemen even gedaan. Die heb ik nu ingesmeerd met een nagelboter. Het kan zijn dat ik er nog een beetje olie overheen doe. Dan zijn ze in ieder geval weer even verzorgd. Dus dat voelt wel heel fijn aan. Ik was net mijn telefoon kwijt. Die had ik mee naar boven genomen. Want ik heb boven even een klein beetje opgeruimd. Die had ik daar dus neergelegd en niet meer eraan gedacht om hem mee naar beneden te nemen. Toen had ik hem net nodig en toen dacht ik, hé, waar is mijn telefoon eigenlijk? Nou, toen heb ik maar even zoek mijn iPhone gedaan en dan gaat hij een geluid afspelen en dan hoor je hem ergens in huis. Toen dacht ik, oh, hij ligt pas nog boven. Maar goed, die heb ik weer terug. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik Zeeman Confronteert Stalkers even terugkijken. Mijn nagels dus eventjes doen. En ik ga de finale van Million Dollar Island kijken. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik moet foto's bewerken voor mijn blogpost. En ik ga verder met de serie waar ik dus mee begonnen ben. 2 zomers. En daarna heb ik weer lekker flikken. Dus dat wordt het ook. Ik ga nu verder ook niet zoveel meer doen. Ik ga zo even lekker de bank op. Dan vind ik het wel eventjes mooi geweest. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik ga nu verder tot niks meer doen. Ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 27 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Was ook een heftige zaak. Vrij jonge dame nog. Die werd gestalkt door haar ex. En hij wist echt alles van haar. Hij had ook steeds van die traces onder haar auto geplaatst. Stuurde ook echt doodsbedreigingen. En daar heeft hij ook contact voor, een contactverbod voor gekregen, maar daar hield hij zich niet aan.
Uiteindelijk hebben ze geprobeerd om met deze man te praten en het was gewoon eigenlijk niet te doen, want hij hing gewoon net zo hard de telefoon weer op. Uiteindelijk is het stalken wel gestopt, gelukkig. Kom maar. Dus dat was natuurlijk wel goed nieuws. Volgens mij zit er iemand in de keuken. Ik zal eens even kijken. Toch niet. Nou, ik kan wel even dat ding overzetten. Ik heb Million Dollar Island gekeken. Dat was de finale. En die vond ik toch een klein beetje teleurstellend. En ik was niet de enige, want ik las al op social media dat heel veel mensen dat vonden. We belanden van de 100 mensen, 3 mensen in de finale. Kom maar, tijgertje. Kom maar. Dus je kreeg sowieso 10.000 euro. Die was voor jou. Maar aan de hand van hoeveel bandjes je had, had je zoveel kistjes. Dus stel je had 20 bandjes, had je 20 kistjes. En in een van die kistjes zat een bom. Ja, kom maar. Dus het werd uiteindelijk eigenlijk gewoon een soort van raadspelletje van, ja, welk kistje zal ik openmaken? Maar als je de bom openmaakte, dan was je alles wat je al bij elkaar gespeeld had dus kwijt. En had je wel die 10.000 euro. Maar je had nooit die 100.000 kunnen winnen. Dus dat vond ik een beetje misleidend. En uiteindelijk ging het ook bij een van de kandidaten mis. Die had echt al een flink bedrag. En hij zei ook al steeds, ik moet risico nemen. Ik dacht op een gegeven moment, jongen, stop nou. Je hebt zo'n mooi bedrag. Stop hiermee. Ja, toen maakte hij er nog eentje open. Want hij had dus voor zichzelf al zoiets van, ja, ik moet 14 kistjes openmaken. Ja. Toen ging het mis. Toen was het de bom. Ja, 140.000 euro weg. Dus ja, hij had dan wel die 10.000 euro, maar dat was wel eventjes zuur natuurlijk. Maar ik had al wel zoiets, ik zat hier ook echt zo van, nee, niet doen. Elke keer zat ik echt van, oh, wat zit erin? Ja, de bom op een gegeven moment. Maar goed, ik heb de laptop van Frank klaar. Ik ben er toch nog weer even aan gaan zitten. Ik zal even kort uitleggen wat er nou mee aan de hand was. Zijn laptop is geprobeerd terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Daar is het misgegaan, want hij bleef hangen op 64% en er stond er echt een heel kort blauw schermpje waar ik op een gegeven moment een foto van heb gemaakt omdat ik niet kon lezen wat er stond. Zo snel was hij weg. Hij start een aantal keer opnieuw op, maar dat bleef hij dus doen. En er gebeurde niks. Dus mijn conclusie was al wel, er moet nieuwe software op. Alleen dat moest een beetje via een omweg, omdat hij dus niet meer naar het hoofdmenu kwam. Dus ik moest er handmatig nieuwe software opzetten. En die software die moest ik dus van internet halen. Die moest ik op een stickje zetten. Maar dat moest ook met een omweg. Want dat moest dus weer met een extern programmaatje waar die software uitpakte. Stickje in de laptop via de BIOS selecteren dat die op USB moest opstarten. En vanuit daar kon ik dus de nieuwe software installeren. Windows 10 wilde er niet meer op. Er zat Windows 10 op, dus hij is nu naar Windows 11 gegaan. Dus uiteindelijk is het toch nog gelukt, gelukkig. Daar was ik wel blij om. Ik had nog gevraagd of hij er nog iets op wilde hebben van Word of zo. Maar zijn wens was eigenlijk alleen nog een virusscanner. Dus die kan ik er nog opzetten en dan is die weer klaar en kan die hem gaan gebruiken. Hij was heel blij. Na het weer, mijn moeder vond het ook super tof dat het was gelukt. Het was ook een klein beetje een uitdaging. Want de laatste Windows waar ik zelf intensief mee heb gewerkt was Windows XP. En ja, Windows 10 snap ik al helemaal niks meer van. Ik heb wel eens wat bij mijn moeder op de laptop moeten doen. Dat ik echt zei, oké, waar zit dit en waar zit dit? Omdat ik zelf dus al jaren niet meer met Windows werk. Dus ja, dan is het ook wel eventjes wennen. Maar het is weer gelukt. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken en ik heb ook Flikken gekeken en ik heb mijn nagels gedaan. Een beetje zalmroze zijn ze. En dat is deze kleur. Dat is weer zo'n lakje van Action. Dit is de kleur 430 Made You Blush. Zeg ik het goed? Ja. Dus die. Ik ga zo eventjes de gang doen, de kattenbak verschonen, de douche en even de was opvouwen. Dan is dat ook weer klaar. Dus ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen. Maar eerst maar even die bakken doen, want die ruiken ook alweer. Dus zijn hun ook weer blij. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan. Ik heb trouwens net deze badkamerreiniger gebruikt. Deze komt bij de Aldi vandaan. Die ruikt wel heel lekker. Ik had hem hiervoor van de Lidl. Dat is meer schuim en dit is gewoon meer een spray. Maar deze is ook wel heel lekker. Thank you.
Zo, ik ben weer lekker klaar. Douche is weer schoon. De gang is schoon. Ik heb de kattenbak verfrissen geprobeerd. Ik kreeg heel veel reacties van jullie. Van mensen die ze al hadden geprobeerd. Super fijn. Ik heb echt een mini laagje gedaan om het te proberen. Om te kijken of dat het werkt. Dus ik heb niet een hele dikke laag gedaan. Dus echt gewoon een heel klein laagje. Kattengrit eroverheen. En ze gaan er tot nu toe wel op. Ik was vooral heel bang voor Tijgertje. Dat die er niet op zou gaan. Die ging er als eerste op. Muis is er volgens mij nog niet op geweest. Maar Mickey ook al. Dus ik hou het gewoon in de gaten. En als het niet werkt, weet je, dan moet ik hem een keer extra verschonen. Ja, dan is het zonde van het geld geweest. Maar dan heb je dat ook weer geprobeerd. Maar tot nu toe willen ze er nog wel op. Het is buiten 18 graden. Hier binnen nog steeds 24. Dus het is ietsjes gezakt. Maar ik was even aan het kijken hoe het nou de komende week gaat. Ja, morgen wordt het dan toch weer 23 graden. Maar ja, het zegt ook niet zo heel veel. Want hij heeft vandaag ook die 18 graden niet, of de 21 niet gehaald. Woensdag wordt wel weer een warme dag. Oh. Ik zit even te kijken. Hij zegt dat het nu regent, maar volgens mij is het hier droog. Maar goed, maakt niet uit. Katjes hebben lekker gegeten, dus dat is ook weer fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga even een aspirintje nemen, want ik heb heel erg buikpijn. Dus dat is wel eventjes lekker. Nou ja, lekker, maar gewoon in de hoop dat dat gaat werken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Ik heb vanavond spinazie met lachenbekjes en speklapjes. Nou, als ik dan afgewassen heb, is het tijd voor goede tijd. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat afloopt, want het liep vrijdag, was het echt een heel spannend einde. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder gaat, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ga kopen zonder kijken en misschien nog even tenminste houdbaar tot. Of Nathalie moet nog vragen of ik wil gamen, dan, maar dat zie ik allemaal wel. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik moet nog een paar fotootjes even afmaken. Daar ben ik nog niet helemaal aan toegekomen. Dat is niet zoveel werk. Zal ik even op zoek gaan voor Frank naar een scanner. Zodat ik die er van de week ook even op kan zetten. Is niet per se prioriteit tot vandaag. Want ik had eigenlijk gewoon een maand. Hè? Nou, iets minder dan een maand. Maar volgende maand zien we elkaar weer. En dan had ik hem gewoon mee kunnen nemen. Maar ja, ik was nu snel. Ik ga mijn Netflix-serie kijken, Twee Zomers. Het is wel leuk, maar het is ook een beetje verwarrend. Dus ik vind het op zich wel heel spannend hoor. En daarna gewoon weer flikken. En dat zit ik nu ook op een heel spannend moment. Dus dat wordt de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 28 juni. Ik ben klaargemaakt. Mijn coach komt rond 2:30, dus ik kan zometeen nog even diamond painten als ik heb gestofzuigd. Want het is nog vroeg. Ik heb gisteravond Kopen zonder kijken gekeken. Was op zich wel leuk. Alleen vond ik het in het begin wel een stel met heel veel wensen. En dat kon eigenlijk niet helemaal. Ze stonden eigenlijk op een gegeven moment ook echt op het punt om de hele samenwerking stop te zetten. Omdat het gewoon niet lukte. Ondanks dat ze er extra geld in hadden gestoken. Uiteindelijk zijn ze overstag gegaan door het zoekgebied wat te vergroten. Toen hebben ze toch een huis kunnen kopen op het allerlaatste moment. Dus toen is het uiteindelijk nog wel gelukt. Maar ik dacht niet dat ze het zouden redden. Ik heb een spelletje gedaan met Nathalie. Ik kreeg vorige week een mailtje van Windows. Waarin stond dat er een nieuw spel te downloaden was gratis. Dus ik dacht, nou kan ik het wel opzetten. Ik weet niet of het leuk is. Dus ik had het gedownload. Dus ik had het ook tegen Nathalie gezegd. Die zei ook al, ja ik had het wel gezien. Ik zeg, nou ik heb het er nu op staan. Dus ik zeg, ga het wel even proberen. Ik zeg, nou uiteindelijk had ik het gespeeld. Het was wel leuk. Het was wel heel moeilijk. De bedoeling is, je bent een poppetje met een gekleurd lichaampje. En je bent met een hele groep mensjes of andere poppetjes. En de bedoeling is dat je er door een obstakel heen komt. Eigenlijk een soort baan. Daar moet je doorheen. En als je dan de finish haalt en je bent op tijd, dan mag je door naar de volgende ronde. En anders word je geëlimineerd. Maar je kunt het dus ook met meerdere personen spelen. Dus Nathalie appte gisteren al. Ik heb het ook gedownload. Ze vond het echt super leuk. Toen zei ze gisteravond van doe je een potje mee. Want je kunt dus samen spelen. Ik zeg ja is goed. Toen gingen we het samen spelen. Alleen we konden niet met elkaar praten. Want Nathalie hoorde mij wel. Ik hoorde haar niet. Dat was een beetje jammer. Uiteindelijk hadden we dus een heleboel obstakeltjes. En het was een beetje gek, want soms was Nathalie wel door naar de volgende ronde en ik niet. Dan mocht zij niet door naar de volgende ronde en soms wel. Maar het is op zich wel een heel leuk spel. Mocht je een PlayStation, Xbox, Switch hebben, kun je hem gratis downloaden. Want voor die platformen is hij er allemaal.
Maar het is echt wel heel grappig. Dus ja, ik vind het wel leuk. Het was wel even leuk om samen weer te spelen. Uiteindelijk hebben we dus even via de telefoon met elkaar gepraat. En we zaten de hele tijd wii en waa. En ja, het was echt heel leuk. Ik heb mijn blogpost geschreven. Dat was ook wel weer lekker. Mijn laptop die is een beetje traag. Dus dat is een beetje lastig. Dus daar moet ik nog eventjes mee verder. Ik heb twee zomers gekeken. Dat eindigde echt super spannend. Alleen het is soms een beetje lastig dat je niet weet wie nou de jeugd... je hebt beelden van vroeger en beelden van nu. Dat je soms niet weet wie vroeger wie was, zeg maar. Dus dat maakt het soms lastig. Maar het was een heel spannend einde. En daarna had ik Flikken en dat was ook super spannend. En daar heb ik vanavond het vervolg van. Ik ga nu even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dan ga ik even lekker painten. En dan als ik straks... weg moet, dan ga ik jullie wel weer even meenemen met het boodschappen doen. Maar nu ga ik nog even lekker wat voor mezelf doen. Dus ja, ik neem jullie mee. Ik zie jullie sowieso later weer terug. Mijn jas aangedaan, maar dat had ik toch een beetje spijt van. Dus die heb ik op een gegeven moment maar in de auto gelegd. Ik heb de twee nagellakjes binnen, daar kreeg ik twee geurtjes bij. Oeh, deze van Prada, Milano. Ruikt wel lekker. En een Lacome testertje. En dan zitten hier de lakjes in. Die horen dus bij de Tropic Exotic collectie van Patrice, maar daar ga ik dus nog een losse video van maken, maar dan weet je in ieder geval dat er ook lakjes bij worden. En dat is deze, Tropic Exotic, deze in de kleur C02 Bird of Paradise. En ze hadden ook een rode, dat is deze. En dat is de C01 Hibiscus Heat. Dus daar komt dus nog een losse video van online. Maar die had ik niet binnen gehad. Gaan we ook even door natuurlijk naar de boodschapjes. Oeh. Ik heb allereerst... Ik ga eerst even mijn schoenen uitdoen. Dat is wel fijn. Twee ovenschalen. Die had ik gespaard bij de woning. Dus ik heb een blauwe. Dit is gewoon een twee persoons. Maar ik vind dit handig voor spare ribs. Of een keer kip uit de oven. En ik heb ook een witte. Dus deze die had ik gespaard. En ik had ook nog zegels van mijn moeder gehad. Dan heb ik het mooi twee. Dan heb ik dat ook. Want dat zijn dus dingen die had ik dus nog niet. Door naar de gewone boodschapjes dan. Een broccolietje. Speklapjes. Wc-papier. Cola, twee keer. Ik had ook deze ingeleverd. Kattenvoer. Maxi kinderreepjes, die zijn zo lekker. Spekjes. En een pak ijsthee, die vind ik van Lidl altijd heel lekker. Dus die, dan pak ik de volgende tas. Wow. Ik heb kuppensoep gehaald, die hadden ze nu bij de Aldi, want daar was ik even geweest. Dus die. Twee keer een zak met harde brokken voor de katten. Swarma. Dat was in de aanbieding.
handschoentjes, frikandelletjes. De Anaklimonade was in de aanbieding. Ik heb weer de Rhino Cloud. De groene, die is heel lekker. En ik heb ook de sinaasappel, die vind ik ook heel erg lekker. Aanbieding met bonen. Nog een zak met paddenstoelen. Ik heb bij de Aldi vitamine tabletten meegenomen. Dit zijn multivitamine. Het zijn 40 tabletten. Mijne waren op. Lag ze bij de Aldi. Vielen ze ook wel mee qua prijs. Nou, die ga ik een keer proberen. Patatjes. Deze waren in de aanbieding. De ice latte. Ik heb hier de latte van Douwe Egberts. Ik heb chocomel. Een dingetje slavinken. Aardappeltjes. En ik heb nog, omdat het 1+1 was, ook de cappuccino break genomen. En er was ook 1+1 op shampoo. Dus ik heb een shampoo en conditioner gehaald. Dus die heb ik ook meegenomen, want ik kreeg er dus eentje van gratis. Het is alweer een hoop boodschappen, maar ja, goed, ik had dat wel weer nodig. Ga ik zometeen even lekker opruimen, dan ga ik nog even lekker relaxen. Even lekker wat drinken, ik heb een beetje een droge mond. Mijn coach ging nou door, want hij had ook ijs gekocht, dus ja, anders gaat dat smelten natuurlijk. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik voor hetzelfde geld kijken. Ik denk daarna nog eventjes, tenminste houdbaar tot. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik ga mijn foto's bewerken voor de blogpost van morgen. Ik ga de Netflix-serie Twee Zomers kijken en daarna flikken. Ik heb even nog heerlijk zitten painten trouwens. Ik ben weer met wat meer kleuren bezig geweest. Dat was wel echt weer heel lekker. Maar ik ga van de week ook eventjes die bakjes inrichten met de paintsteentjes. Dat is dan makkelijker. Maar dat gaan we van de week eventjes doen. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf de rode button in te drukken. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanzet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!